Op de wegen rond het stadion waren speciale borden geplaatst voor het OAT-personeel. Vandaag en morgen worden op 4 bijeenkomsten alle 1750 werknemers verwacht. Ook de mensen die werken bij een onderdeel dat een doorstart gaat maken. Een week geleden kwam het faillissement als een donderslag bij heldere hemel en zette het leven van de werknemers totaal op de kop. Hoe hebt u de afgelopen week beleefd? Ja, heel verdrietig. In die zin van, ik ben niet de enige, mijn man die werkt ook bij de OAT. Dus wij zijn al vol spanning of wij door mogen gaan. Als een achtbaan. Je gaat zitten, maar je bent er en je bent er voor je klanten. Maar ja, je bent ook je baan kwijt. Weinig geslapen en we zijn in afwachting van. Hè? De bijeenkomsten zijn ook het moment om de werkspullen in te leveren, zoals sleutels, telefoons, laptops en leaseauto's. Iedereen moet alles inleveren, dus wat je verder hebt aan apparatuur en auto's van de zaak en dat soort dingen, dat moet allemaal vandaag worden ingeleverd. Ja, dat wordt wel heel definitief, hè? Het wordt heel definitief. Ja, het is heel spannend en het is niet echt leuk. Wat verwachten jullie van vandaag? Ja, dat we wat meer te weten komen over onze uitkering en achterstallige salaris, zeg maar, van wat we uitgekeerd moeten krijgen van de UWV. De bijeenkomsten duren ongeveer 3 uur en daarin speelt vooral het UWV een belangrijke rol. De mensen vertellen hoe het nu verder gaat met hun salaris. Dat nemen wij als UWV over. Wij noemen dat faillissementsuitkering. En daarna gaan we ze vertellen van hoe gaat het nu verder als je werkloos wordt. Heel veel mensen hebben jaren gewerkt bij de OAD. En die komen nu in één keer op de arbeidsmarkt. Ja, en dat overvalt hun. Ook voor de curatoren veel vragen. Met name over mogelijke doorstarts. Het is niet uitgesloten dat er meer doorstarts komen. Er wordt nog met partijen gesproken. Er zijn ook nog partijen die geïnteresseerd zijn. Maar hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt, denk ik. Dat is wel het geval natuurlijk. Dat hebben vanmorgen de curatoren ook uitgelegd aan het personeel. Dat je natuurlijk elke dag dat je langer wacht, loop je toch de business weg. En dat is natuurlijk een heel belangrijke voor de curatoren ook geweest. Hoe was de sfeer? Rustig, kalm, ja. Was niet... Geen dramatische dingen, ja. Je kunt er nog om lachen. Oh ja, ja. Ja, je moet af en toe een grapje maken. Hè. En nu? En nu gaan we heel druk weer solliciteren naar een baan. Dus mocht er iemand zijn, hier staan we. Okay, dan wens ik jullie heel veel succes. Dank u wel.